It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag ga ik het met jullie hebben over natuurlijk Call of Duty Black Ops 3. Die natuurlijk niet bijna uitgekomen, natuurlijk wel de beta die bijna uitgekomen. En daar ga ik het natuurlijk over hebben. Maar als eerst op de achtergrond gameplay zien jullie een dubbel nuclear choke van mij met mijn MSMC met erop een fast mag en long barrel. Ik op de achtergrond gameplay ook met de Gaming Wolf. Of dan natuurlijk gewoon Rubens en we halen een bro-nucleair zelfs. Maar, natuurlijk zie ik zonder dat natuurlijk een nucleair, dubbel nucleair choke. Ik zat op een 25 plus streak de allereerste keer. En toen werd ik gekild omdat ik niet op zat te letten. En dat is natuurlijk ziek, maar ook een ziek kut. Anders had ik gewoon een dubbel nucleair gehad kunnen halen. Op de map nuke dan natuurlijk. Maar, genoeg gezegd over dat. We gaan het gewoon gelijk hebben over Black Ops 3 natuurlijk. Want op 29 augustus 2015 komt de beta uit. De beta is te spelen geloof ik op PlayStation 4, Xbox One, PS3 en Xbox 360 en de PC natuurlijk. Gewoon op alle consoles. Maar het probleem gaat worden is dat de beta maar 4 of 5 dagen speelbaar is. Daarna wordt de beta weer gesloten. Dus kan jij, als het überhaupt niet copyrighted is, video's opnemen, maar moet het dat er heel veel zijn om natuurlijk gewoon tot Black Ops 3 uit is misschien video's te maken. Voor de mensen die in LA zijn geweest natuurlijk naar de E3, die hebben natuurlijk al wat gameplays natuurlijk van eerdere speeldagen natuurlijk al. Dummen hebben natuurlijk al op de E3 natuurlijk kunnen spelen. En voor de rest natuurlijk moet je natuurlijk de game gepre-orderd hebben om laat maar zeggen, de beta-code te krijgen. Ik heb als het goed is hier in mijn laadje. Moet ik heel even zoeken hoor. Hier in mijn laadje heb ik ook de beta-code liggen natuurlijk. Die ik al in heb gevoerd op de site. En natuurlijk de 29ste je een mail krijgt. Maar wat je dus gaat moeten doen om de beta te kunnen spelen. Natuurlijk naar de bartschmidbol.com gaan. Om natuurlijk de game te pre-orderen. En dan krijg je vervolgens een 12-cijferige... Of nee, niet 12-cijferige code, maar gewoon een code die je moet invoeren op de site natuurlijk www.calltoot.com/beta. Moet je even een account aanmaken. Moet je ook even natuurlijk zeggen welke console je speelt, et cetera. En dat dus. Dan moet je je code invoeren, dan krijg je dus een verificatie via je mail. Die moet je dus natuurlijk accepteren, anders krijg je natuurlijk niet de code binnen dat jij het bent. En dan, wat je dan moet gaan doen is, zodra de beta uit is, moet jij naar je PlayStation Store Call of Duty Black Ops 3 beta intikken. Dan krijg je natuurlijk de vraag, vul jouw ideale code in, want iedereen heeft een speciale code. En als je dat natuurlijk doet, heb jij access to de beta voor 4 dagen, maar natuurlijk, wat natuurlijk best wel kut is. Want als je natuurlijk Battlefield Hardline hebt gespeeld, heb ik natuurlijk wel gedaan. Dan kon je gewoon een maand lang de beta spelen. Een maand lang kon je spelen wat je wil. Daarom heb ik ook toen die tijd nog fucking veel opgenomen. En nu moet je dus natuurlijk best wel veel op gaan nemen. Om de tijd te doden in ieder geval. Maar waar ik natuurlijk ook nog iets over wil hebben is natuurlijk PlayStation of Xbox One. Want natuurlijk zoals jullie weten wordt dit jaar eindelijk de main console PS4 voor Call of Duty en daar ben ik gewoon fucking blij mee natuurlijk, want wij krijgen natuurlijk steeds elke maand een map pack eerder dan de Xbox, wat natuurlijk altijd eerst de Xbox was, dus weet je hoe fucking gaat het in natuurlijk. En wat het ook natuurlijk wordt is dat de PlayStation 4 de main console voor de PS voor de Black Ops 3 wordt natuurlijk. Dat was natuurlijk eerst sprake van dat hij niet eens op de old gen uit zou komen, zodat iedereen een next gen console moest gaan kopen. Maar wat er dus gaat gebeuren is, hij komt wel online natuurlijk gewoon op de current gen, zoals het natuurlijk heet. En wat natuurlijk wel weer zou gaan gebeuren is natuurlijk dat het spel veel maar dan ook veel minder afgemaakt is dan natuurlijk op de PlayStation 4. Want als je natuurlijk gaat kijken naar Advanced Warfare op de PS3 en Advanced Warfare op de PS4. Hier natuurlijk al heel erg verschil. Ik kan natuurlijk gewoon gelijk zeggen. Ik kan natuurlijk al gelijk zien, laat maar zeggen, dat
Met PS4 of PS3 is natuurlijk. Dus ik ben ook wel benieuwd naar de graphics natuurlijk. En wat me ook heel erg afvraagt natuurlijk is welke wapens natuurlijk nou allemaal terug gaan komen in Black Ops 3. Wat ik zelf hoop natuurlijk is een soort van SCAR H, MTAR of AM94 en iets van een MSMC. Dat zou ik natuurlijk ook wel gaaf vinden natuurlijk, als dat natuurlijk weer terugkomt. Maar, eventjes over de DLC's natuurlijk nog. Zoals jullie weten, heeft David of David Vondenher, hoe je het wil zeggen, heeft ergens ooit een keer in een interview gezegd, wat ik heb gezien dus, is dat ze in de map packs, wat ze ook in Advanced Warfare dus doen, namelijk DLC remake maps. Dus in de DLC komt bijvoorbeeld misschien een keer een raid terug, een hijjack terug, een noem eens een chillere map, ik weet geen chillere map meer. Op ADN, een solar terug, ik noem maar wat. Dat hoeft natuurlijk niet jullie favoriete map te zijn, maar als we dat natuurlijk gaan doen, zal dat ziek chill zijn. Bijvoorbeeld gewoon 4 Black Ops 2 maps. Gewoon 4 Black Ops 2 maps in een DLC pack. En dan natuurlijk één. Maar dan ook echt één gave zombie map. Zullen jullie hier zien, let op. Ik ga geloof ik hier mijn nuclear choken. Weet ik niet zeker. Let op, hier ga ik even op eentje op een vieze head glitch. Dan zit ik geloof ik al op een hoge streak. Ik kan mijn vieze in. Even snel van onder te veranderen. Of ik haal juist hier wel mijn vieze. Nee, ik geloof dat ik hier dood ga. Dan zit hier twee te campen. Ja, oké. Dit was dus een 29 streak. En vanaf dadelijk gaat dus mijn andere nuclear streak beginnen. En als je niet gelooft, moet je maar even een keer gaan tellen. Want ik heb het zelf ook in theater geteld. En ik kwam op 29 uit. En ja, toen was ik echt wel verneukt. Maar natuurlijk om terug te komen op het onderwerp. Ik wil natuurlijk jullie mening even weten in de comments wat jullie vinden van dat PlayStation 4 natuurlijk main console war wordt natuurlijk. Want wat je nu natuurlijk gaat krijgen is al die Xbox mensen gaan denk ik een PlayStation 4 kopen. Waardoor Xbox Live helemaal uitsterft. Xbox One natuurlijk al zo minder erg gespeeld dan bijvoorbeeld de PlayStation 4. Omdat, ik weet eigenlijk niet waarom het is. Waarom mensen meer van PlayStation 4 gingen dan voor een Xbox, want in het begin was iedereen hyped over die Xbox. Van ja, dit is veel beter. Je hebt veel betere recensies erover. Maar dat doen natuurlijk fabrikanten altijd. En uiteindelijk is dus de PlayStation het meest verkochte console geworden van het jaar. Wat natuurlijk best wel gaaf natuurlijk, want dan is Xbox best wel verslagen eigenlijk. En ik heb er zelf ook aan zitten twijfelen om ooit een Xbox te kopen, maar weet je, om het alleen voor Call of Duty te doen, vond ik het niet echt het geld waard. Maar nu natuurlijk komt het op PlayStation 4, wat natuurlijk ook super awesome is. Maar, ik wil nog even snel hebben over de Call of Duty. Dit is alweer volgend jaar uitgekomen na Black Ops 3. En ik hoop dat het gewoon een Black Ops 2 game gaat worden qua, hoe noem je dat, qua tijd. Geen Exo Jumps, geen 2090, gewoon lekker 2015 of 2016 is dan op dat moment. Gewoon lekker dat. Misschien dat het 2020 is oké, maar niet gewoon zoals nu al die elektronische shit zoals Advanced Warfare laten we zeggen. Wat we moeten gaan doen is natuurlijk gewoon een AK-47, een Galil een keer terugbrengen, een wat heb je nog meer, een oud wapen, een FAMAS, dat kan je allemaal terugbrengen, een Uzi. Dat moet je gewoon een keer helemaal terugbrengen, gewoon een remastered Call of Duty gewoon van Black Ops 2 of zo op de next gen. Maar dat zal natuurlijk zwak wakker als awesome. Ik hoop dat jullie dat ook awesome zouden vinden. Vind dat op de awesome. Laat het dan even in de comments weten. En verder is jongens. Ik ben natuurlijk super hyped dat natuurlijk het beta stukje uit gaat komen. Over een paar dagen. Het is op dit moment de derde dat ik dit opneem. En het is dus over 16 dagen. Nee, niet 16. Ja, maar 16 dagen komt die uit. En dan natuurlijk gewoon super awesome. Dan kan je natuurlijk gewoon lekker spelen. Kijken hoe de game valt. Zullen sommige dingen zullen natuurlijk wel locked op zijn. Zoals bijvoorbeeld sommige wapens. Wat natuurlijk logisch is natuurlijk. Zoals jullie zien heb ik op de gameplay bijna mijn nuclear binnen. Hier zit ik op mijn brutal. Hier is de 26 streak. En hier komt nummer 27, 28. En bied je aan. Nummer 29. En nummer 30. En 3, 2, 1. Kalabim, kalabam. Bam! Nuclear. En dan heb je gewoon bijna de Roemer zat bij de way hier als een nuclear binnen.
En ik heb best wel een snelle nuclear. Maar de achtergrond gameplay zit er alweer bijna op, jongens. Mocht je nou genoten hebben van deze commentaar, laat dan je blauwe duimpje omhoog achter. Helpen met dit enorm. Als we de 40 likes kunnen halen, zou ik super blij zijn. En dan zie ik jullie bij de video van morgen. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later!